De binnentuin van restaurant Kiewiet is geopend. Geniet aan de Julianastraat in Dedemsvaart van fingerfood, mondvermaakjes, high wine en gerookte specialiteiten. De binnentuin. Culinair genieten voor ieders budget. Ook voor uw feest, jubileum of zelfs relaxed vergaderen. Nico, koppel met een echte koppel buitenlocatie en stadsbosbeheer. Wat gaat hier gebeuren? Wat zie ik hier voor me als boswachter? Zie ik hier echt een grote buitenklas ontstaan. Een buitenklas voor zowel lagere school, voortgezet onderwijs, maar ook een mooie vergaderlocatie. Ik zie hier zelfs inspirerende vergaderingen terechtkomen van de hele gemeenteraad rond het kampvuur. En dan tot hele leuke ideeën komen. Dus fantastische dingen gaan hier gebeuren. Kinderen met schepnetjes. Ik zie hier kinderen die hier kruipend bloemetjes gaan plukken en hele leuke dingen gaan doen. Determineren gaan leren. Al dat soort zaken zie ik hier in het vechthal, in de mini-vechthal, in de tuin, in de beschermde omgeving van de tuin terugkomen. Weer of geen weer? Weer of geen weer. Je moet gewoon een tarpje neerzetten. Kunnen ze gewoon lekker langs de rivier. Ze kunnen meetsnellingen gaan doen of metingen gaan doen langs de rivier. Hoe snel gaat het water op en neer? Of niet eens op en neer, want dat komt vanuit mijn biesbostijd nog. Maar hier gaat het water geloof ik alleen nog maar één kant op. Dus we konden het niet tegen de wild opstromen. Dus, als het hard waait, weet je niet hoor. Ja, dan gaat het heel goed komen. Dus ik zie hier van allerlei activiteiten plaatsvinden. Ik denk ook dat het heel goed is om hier gezamenlijk dus allerlei activiteiten te ontwikkelen. Samen Staatsbosbeheer met de koppel. Maar ook met AOC Groene Welle en andere scholen. Dus schoolprogramma's ontwikkelen hier in de koppeltuin. Je hebt een fantastisch gebouw, de koppel. Maar de gebouw is het uitvalsbasis en dan gaan we samen naar buiten het vechtal in. Okay. Ik hoop ook dat de koppeltuin een tuin wordt waar beschermen, beleven en benutten. Door te benutten, het beleven, het beschermen in hart gesloten wordt. En dat kan eigenlijk alleen maar als je het kind in jezelf loslaat. Hè? Oh, die kinderen van Lammert net. Ja. Kinderen van Lammert. En er kunnen dus grote kinderen zijn en kleine kinderen. Maar zodra het kind in je sterft, dan word je pas echt oud. Dus we moeten eigenlijk die bestuurders zo ver krijgen dat ze weer kinderlijk worden. Dat ze weer de uitdaging met zichzelf durven aan te gaan. Want ze hebben nu van die mooie gele laarsjes aan. Daar begint het mee, gele laarsjes. Gele laarsjes. Je had ook nog rode laarsjes voor in de regen, maar in dit geval gele laarsjes voor in de regen. Nu heb je de keus, je kunt de laarzen aanlaten. Maar we moeten daar naar dat kampvuurtje toe. Want je moet weer ouderwets kampvuurtje gaan maken samen. En als je samen het vuur van kennis, van ervaring, van liefde wil delen hier met z'n allen, een beter symbool kun je niet krijgen. Dus ik wil toch die 4 of 5 bestuurders, want ik weet niet hoeveel er mee mogen doen, maar allemaal uitdagen om daar naartoe te gaan. En dat kan met laarzen, maar het kan ook met blote voeten. Dus aan jullie, van wat jullie het liefste willen. Er liggen stenen in. Ik moet daar wel even uit veiligheidsoverweging even zeggen, want doordat de Vecht is een regenrivier, dus we zijn best blij met regen. Maar doordat het wat veel geregend heeft, zijn de stenen onder water terechtgekomen. Je kunt ze dus zien, maar de eerste heeft het beste zicht en de laatste heeft het minste zicht. Dus ook daar kun je even over nadenken wie als laatste de betreden mag. Dus jullie hebben ook een vrouwelijke bestuurder in het midden, dus kijken hoe hoffelijk iedereen is. Het kan dus best glad wezen. Wij hopen op een stukje spektakel, dat moet ik wel best zeggen. Want dat vinden kinderen leuk, ik vind het leuk. Dus, ik begin te snappen waarom meneer Jansen het aan meneer de Vent heeft gelaten. Ja, maar het is even, wij zeggen het met een knipoog, maar de stenen zijn, doordat ze onder water zijn, zijn ze ook glad. Dus houd daar wel een beetje rekening mee. Dus aan jullie liggen daar 4 fakkels, als ik goed begrepen heb. 5 fakkels zelfs. Dus, en dan moet je gezamenlijk dat mooie vuur aanzien te krijgen. Dus, ze houden altijd toch de laarzen aan, zie je dat? Dat vind je jammer, hè? Ja, ze houden altijd de laarzen aan. Dus ik had toch wel eens verwacht dat iemand wat meer beleefd zou komen. Wat veilig op de goede keer. Ja, dat is wel. Gewoon smeren worden, denk ik. Goed het uitkomen. Volgend jaar Nationale Bobbeldag hier, zie je? Goed, we zullen zien hoe de padvinderij uitgepakt is. Ja, jij mag. Net het Olympisch vuur. Vuren heeft ook lucht nodig. Vuren heeft lucht nodig. Brandstof. Vader onderhouden.
De elementen zijn bijna compleet, hè? Ja. Meneer De Vent. Meneer De Vent, u moet draaien naar de fotograaf. En kijk uit waar de stenen zitten. De eerste die te water gaat, krijgt een gratis drankje. Warme chocolademelk, of niet? Het vuur is ontstoken. Hierbij is de koppeltuin officieel in gebruik genomen. Zijn dan even jongs terug. Maar ik kan hier beneden dan ook, of niet? Ja. Boswachter Nico Arkes. Ja. Je hebt net, dacht ik, ook meegewerkt aan het aansteken van het kampvuur, of heb je alleen maar toegekeken? Ik heb de bestuurders uitgedaagd om weer kind te worden, om lekker met vuurtje te spelen hier in de koppeltuin, in de nieuwe koppeltuin hier. Wel veilig natuurlijk hier in het water, hè. Maar heb je ook een kinderlijk gedrag bij hun waargenomen? Ik zag toch wel dat er wat kinderlijke dingen weer naar boven kwamen. Met name de wethouder René De Vent, die zag je echt met dat stokje in dat kleine vuurpotje waar ze de fakkel aan moesten hebben. Zij ziet te porren, dat doen kinderen ook altijd. Een beetje te porren in vuur. Fantastisch. Ja, je geniet daar heel erg van, geloof ik. Hè? Als ik die glimmende oogjes zo bekijk. Ik geniet altijd als mensen het kind in zich levend houden. Want wat is er nog mooier dan kind zijn in het Vechtdal? Dat is waar. Wat is, even serieus, wat is de betrokkenheid van Staatsbosbeheer bij dit koppeltuinproject? Nou, dat is natuurlijk wel heel mooi. Dat is misschien niet benadrukt en wij leggen er ook niet echt de nadruk op. Maar de gronden zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Het is op Staatsbosbeheer grond en wij stellen deze gronden beschikbaar om mensen de natuur te beleven, te benutten en te beschermen. En alleen om dat te doen hebben wij gezegd van nou, laat de gemeente en het waterschap zo'n koppeltuin die faciliteiten maar aanleggen, want daar hebben we de financiële middelen niet voor, maar de gronden hebben we wel. Dus die samenwerking hebben we gedaan en samenwerken met de koppel hebben we altijd al. Dus educatie vinden wij belangrijk. Kinderen moeten in de natuur kunnen zijn, fysiek in de natuur, niet van een plaatje afzien. En de kinderen moeten natuurlijk naar buiten en niet voor de televisie blijven zitten. Maar vandaag bij Wij Zijn TV kun je natuurlijk fantastisch genieten van de koppeltuin, maar straks met z'n allen naar buiten hier.